Na een winter in de stal mochten de koeien van kaasboerderij Kaptein uit Zoeterwoude zaterdag weer naar buiten. Traditiegetrouw waren de dames door het dolle heen bij het zien van het verse gras. We doen het elk jaar, dus het is ook wel een, een stukje traditie. Maar wij vinden we maken kaas uh, het jaar rond. En uh, als de koeien buiten lopen en veel vers gras vreten eten, daar zit uh, volop uh, omega 3 omega 6 vetzuren in. Dan, dan krijg je gewoon een hele lekkere, zachte smeugen kaas. En, ik heb het idee, kijk de koeien hebben het binnen helemaal niet slecht. En je zag het misschien ook wel, ze gingen zelf weer hup, terug naar binnen. Maar ik heb toch het idee dat ze het naar buiten gaan ook wel heel erg fijn vinden. En hoe lang blijven ze nou buiten tot het winter wordt of gaan ze s'nachts naar binnen? Nee, nee we, uh, we melken natuurlijk twee keer per dag. Dus uh, ze gaan sowieso twee keer op een dag naar binnen om, uh, om gemolken te worden. Maar een koe is ook echt een gewoontedier. Hij uh, heeft een pens van ongeveer 200 liter inhoud. Um, en de, dat wil je ook rustig overschakelen van wintervoer naar zomervoer. Dus we beginnen met een uur of vier, vijf per dag uh, weidegang. En dat bouwen we zo langzaam op. En um, dus, uh, de, de komende weken zullen ze vooral alleen overdag buiten lopen. En zodra de grasgroei en het weer het toelaat, dan gaan ze ook, uh, ook s'nachts naar buiten. En dan uh, dag en nacht naar buiten. En dat moet zeggen, dat werkt ook heel fijn. Uh, koeien zijn nergens zo schoon als als ze buiten lopen. Als ze binnen lopen, hebben ze een betonnen vloer onder zich. Daar ontkom je niet aan. En als er dan wat mes valt, dan spettert het gauw wat. Ja, en als hier al lopen, ja, nou ja, dan, dan wordt, het, dan, dan wordt het de, de val gedempt zeg maar, door het gras. En dan, dan heb je zulke schone koeien, dat is echt een genot om dan te melken. Uh, wanneer kunnen we de eerste graskaas verwachten? Uh, over een week of zeven. We maken grote kaas van 20 kilo, dus die moet echt wel even rijpen. Maar we proberen volgende week alvast een paar wat kleinere kazen te maken, zodat die wat sneller rijpen, zodat we inderdaad ook... Nou, veel mensen met een week of 5, 6, maar dat is voor onze kaas echt te vroeg. We moeten echt wel even wachten tot die, tot die wat op smaak is. En dan, dan hebben we de lekkere graskaas weer. Van vorig jaar hebben we nog wel de graskaas van het jaar daarvoor. En die is ook uniek lekker. Daar hebben we prijs mee gewonnen met de landelijke Koenlouden verkiezing. En uh, uh, daar sturen we dan vaak een graskaas in van het jaar daarvoor. Die produceren we onder de naam Slow Food, een boerengoudse oplegkaas. En die houdt dat smeugen. Dat, 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 uh, goed snijdbare van, 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 het, van het jonge gras. Die structuur zit er nog in. Maar alleen dan echt vol van smaak met, met kristalletjes erin. En uh, dat is ook wel een echte smaakbeleving op zich.